Met Van Marks tot Mozes zijn we aan het einde gekomen van onze maandagochtenduitzending. We gaan even over op TekstTV en zijn om 4 uur weer terug met het NOS-journaal. Rond 4:50 kunt u hier op Nederland 1 kijken naar een aflevering van de serie Hoogtepunten uit de Europese kunst. En die gaat vandaag over vroegchristelijke en Byzantijnse kunst. We wensen u een prettige middag en graag tot later. De beurs van Amsterdam. Zijn er nog opvallende koersbewegingen? In de midcap-index vooral. Daar zie je dat het beursbedrijf Van der Molen, market maker specialist, alweer hoger is. Het is de grootste stijger met 4,2% op dit moment. Is nog wel wat hoger geweest. Nou, de speculaties zijn dat Van der Molen wel eens een overnamekandidaat zou kunnen zijn. Want de grote zakenbank Goldman Sachs is in New York bezig met het overnemen van een belangrijke concurrent van Van der Molen. En Van der Molen zou wel eens de volgende kunnen zijn. En dat doet de koers op dit moment oplopen. Het aandeel van bouwbedrijf Volker Wessels Stevin is flink hoger. Op dit moment nog 2/3%. Was eerder ruim 3% hoger. En dat is mede te danken aan ING Bearings. Want de analisten van die bank hebben de vooruitzichten voor het bouwaandeel naar boven bijgesteld voor het komende jaar. Je had ook de ICT-dienstverlener Aino vanochtend, die cijfers bekend maakte. Nou, die stelde beleggers behoorlijk teleur. En het aandeel is inmiddels ruim 10% in koers gedaald. Dat kunnen we in een half minuutje nog even langs Londen, Parijs, Frankfurt? Ja, het laat een beetje een wisselend beeld zien. Parijs houdt eigenlijk wel redelijk stand. Staat op dit moment wel op een klein verlies, maar dat was eerder onveranderd. In Duitsland is de beurs bijna 1% lager, net als in Londen. Daar is het -19%.